Autoweek Classics, een nieuw magazine met elke maand minimaal 124 pagina's prachtige verhalen, tests en proefritten met de mooiste klassiekers, youngtimers en sportscars. Natuurlijk inclusief 60 pagina's Classic Trader, het meest complete klassiekeraanbod. Autoweek Classics, nu in de winkel. Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. En de tijd van gaan is voor deze Audi gekomen. Het is tijd om afscheid te nemen van onze Audi Q3 duurtester. Een maandenlange relatie die op zijn einde loopt. Wat hebben we ten eerste allemaal gedaan met deze auto? Nou, vlak voordat we hem kregen als duurtester hebben we hem vergeleken met een X1. Vervolgens hebben we hem voorzien van een trekhaak en hebben we een Adria Astella aan de trekhaak gehangen om hem mee te nemen naar Goodwood. Ja, misschien is die een beetje brommerig als je rustig met het verkeer meegaat, maar zodra je ook maar iets van hem vraagt, dan is die er echt wel hoor. Ik heb er gisteren nog 214 mee gereden in Duitsland en hij helpt nog over, dus daar hebben we niks op aan te merken. Ja, verder hebben we hem op de autotrein gezet naar Italië, mocht hij opkomen draven voor een slipdag met onze E-teamers en ga zo maar door. Dus we hebben hem lekker mishandeld eigenlijk, deze auto. Ja, eerlijk gezegd is de Q3 een beetje een auto die de redactie van Autoweek op twee gedachten laat hinken. Aan de ene kant is het een hele fijne machine, heel mooi gebouwd ook, goed interieur. Maar ja, bijvoorbeeld de zitpositie is een beetje gek. Je zit op de een of andere manier heel erg rechtop, een beetje zo, waar je in andere auto's iets meer onderuit zou zitten. En ja, dat stuur kan ook net niet ver genoeg naar je toe, dat doen ze in andere Audi's echt beter. Maar als je weet wat deze auto kost, meer dan 60.000 euro, ja, dan moeten we toch concluderen dat je er niet al te veel auto voor terugkrijgt. Met andere woorden, de Audi Q3 duurtester is goed in kwaliteit, want we hebben absoluut niets aan te merken op hoe die het doet. Kwaliteit is prima in orde, maar de kwantiteit, daar koop je deze auto niet voor.